Voor elke calamiteit heeft Optibus haar eigen reddingsteam, de Thunderbees. Volgens mij zijn we hier alles geweest. Volgens mij niet hoor. En als we hier rechts gaan en dan daarachter links. En dan moet je daarachter nog een keer links. Dan kun je dan rechts weer een keer. En dan komen we volgens mij wel bij de uitgang. Volgens mij zijn we verdwaald. Nee, we zijn niet verdwaald. Goed. Nee, dat komt helemaal niet goed. We moeten Thunderbees 2 zien terug te vinden. Zet een advertentie op Facebook. Een posters op. Aan jullie twee heb je ook niks. Ik kan niet zoeken, ik heb mijn enkel gescheurd. Ja, ik kan ook niet zoeken, want ja, ik heb nog altijd hersenschudding. Misschien moeten we met pensioen gaan. Met pensioen, ik geloof het jou. We worden hier te oud voor, Sven. Nou, ik ga Lady Sharon bellen, die voelt zich niet te oud. Oh, hey Sven. Hoi Lady Sharon, geloof het of niet, we zijn Thunderbees 2 kwijt. Hoe kunnen jullie zo'n groot ding kwijtraken? Hij was afgelopen nog gestolen, omdat iemand wist waar het alarm zat. Hij is nu de Thunderbees 2 kwijt? We hebben geen idee waar hij is of iemand hem gestolen heeft. Kan jij ons helpen? Dit wordt lastig. Thunderbees 2 heeft een radioblokker. Wat hebben ze bij de blokker? Nee, niet bij de blokker. Oh ja, dat is waar. Ik was het helemaal vergeten. Wat was je vergeten? De radarblokken, we kunnen op Thunderbees 2 op geen enkele radar zien. Hebben ze niet bij de blokker? Houd toch eens op over de blokkertube. En ondertussen zitten die mensen ook nog in de grotten. Jelle en ik, we gaan daar naartoe. Wat is dat? Oh, we worden weer opgeroepen. Met Janse verkeersleiding, Vliegveldbeek, waarom proberen jullie hier te landen? Hier is toch geen calamiteit? Landen op Vliegveldbeek, waar heeft u het over? Zo'n groot groen ding, dat probeert hier te landen. Het apparaat is toch van jullie? Wat krijgen we dan nou? Heel groot groen ding, hier verkeersleiding, u heeft geen toestemming om te landen. Ik herhaal, u heeft geen toestemming om te landen. Dit wordt me te veel, Sharon. Mami! Ik wil mijn pensioen! Kevin, kan je even helpen? Wat is er dan? Sven is de vrouw gevallen. Met dos aan dos. Wat ben je voor domme rebus, domme banaan? Waarom probeerde je op de vliegveld te landen? Waarom moet ik dit ding alles kwijt? Weet ik veel, hij is om een verlaten weiland of zo. Er zijn genoeg weilanden in Limburg. Limburg is één groot weiland. En wat doe jij? Het is net of je de krant probeert te halen met je zomme actie. Om operatie Octopus te laten slagen, moeten we eerst zorgen dat Thunderbees niet meer in actie kunnen komen. Dus niemand mag weten wat Thunderbees 2 is, maar iedereen weet het.
Je zult zien dat de andere tunnelbies dadelijk achter je aankomen. Dan zet ik ze wel af. Het is een gratis om een banaan, anders kom je zeker in de krant met dat Mitchell Lens advertentie. Wat een rotzooi, wat helpt ik hem? Maar mooi dus, dit komt eigenlijk wel goed uit. Ik wil Kevin en Jeremy naar de grot lokken, maar nu gaan ze misschien achter Tunnelbies 2 aan. Dan zijn alle Tunnelbies toch weg bij Optimus. En dan is fase 1 van operatie Octopus geslaagd. Oh, wie jij? Heb je nog een goed nieuws aan enkelij? Kan je nog gaan werken? Om Tunnelbies 1 te besturen heb je je voeten niet voor nodig, dus stel je niet zo aan. En ik heb nog steeds hoofdpijn. Kom op, Jeremy, dit is een noodgeval. Waarom kan ik denk iets sneller? Dos Santos? Hey, tweelingbroer! Kevin, je weet wat je te doen staat. Yo! Kom maar, Jeremy. Hey, dit is echt niet de bedoeling, hè? Zijn we hier al geweest? Dan hebben we een rondje gelopen. Dan hadden we daarachter hadden we links gemoeten. Of nee, daarachter, daar hadden we links gemoeten. En dan rechts, want dan krijg je die gang dat je links... Kom hier niet meer uit. Natuurlijk wel, Nicky. Kom op. Jeremy, gaat-ie? Gaat-ie?
Jeremy? Jeremy, word wakker. Hallo, word wakker. Jeremy, je hebt geen pons meer. Jawel, ik heb er twee. Maar dat klopt iets niet. Ach, dat klopt zoveel niet. Doe maar eens rustig stress geven. Ik zou wel echt in pensioen willen. Anders zeg ik wel. Spock, we zijn zo blij dat u ons gevonden heeft. Ik wist wel dat er eruit zou komen, man. De tunnelbeest staat voor iedereen klaar. En gelukkig maar. Sharon mag instappen. Waarom? Giet op. Oké, okay, blijf jullie maar hier. Ja. Wat zijn jullie eigenlijk voor plan? Yeah.